Goedemorgen, het is inmiddels eigenlijk al bijna 1 uur en ik heb een nieuw jurkje aan uit Oslo en ik ben er echt verliefd op. Alleen het nadeel is dus, ik weet niet of ik het kan laten zien, de rug is best wel zeg maar gek en dan zie je altijd zo'n BH-bandje. Nou heb ik aan de ene kant zoiets van, oké, boeien, iedereen weet toch wel dat ik een BH aan heb. Aan de andere kant voelt het toch een beetje raar, maar goed, I don't care, denk ik. Ik heb geen bril op. Het is 1 juli en dat betekent dat het vandaag mijn diploma-uitreiking is. En ik heb er heel veel zin in. En ik ben me nu aan het klaarmaken. Ik moet zo meteen een lange jurk aan gaan doen. Eigenlijk nu. Ik heb vanmiddag zeg maar de officiële ding. Per 2 klassen tegelijk. En dan om de beurt krijg je diploma en bla bla. Gaan ze een praatje over je houden. En vanavond hebben we dan in een soort kerk. En daar hebben we dan een soort culturele avond. Volgens mij is het alleen daar omdat er dan genoeg mensen in passen ofzo. En dan komt dan mijn hele school, zeg maar mijn hele jaar komt daar en alle familie. En ja, dan moet ik ook nog zingen trouwens, Somebody to Love, met mijn hele muzieklister. Dus ben heel benieuwd. Goed, finished look. Woe, ik ben er klaar voor. En ik heb er zin in. Het is trouwens echt bloedheet, maar echt iets van 33 graden. Dus het wordt grappig met z'n allen in de aula. Van harte welkom allemaal op onze diploma-uitreiking. En ik heb ook alle reden om trots te zijn. Maar liefst 98% van de leerlingen is ook geslaagd. Dus een prachtig resultaat voor jullie. Omdat je door de positionering in de klas van de leerlingen om je heen het middelpunt van onrust leek te zijn, vanuit mijn perspectief, zei ik vaak, wat is het daar druk? Afkeer natuurlijk. Maar dat onrecht... Dat was deel 1. Het was heel leuk. Ik heb mijn diploma. Yay! Het was echt heel leuk. Ze hadden over iedereen een praatje. Mijn mentor. Niet de leukste mentor ooit, maar goed. Ze hadden over iedereen een praatje. Het was wel echt een leuk, goed doordacht praatje. Iedereen was super fancy. Iedereen ging 1000 foto's maken voor de school. Want er zat zeg maar een heel groot stedelijk gymnasium op de school. En daar ging iedereen aan foto's. En het is snik heet. En ik heb mijn diploma. Yay! Het is echt een fijn gevoel. En... ik ben blij. Ik heb een mooie rozen gekregen. En deze bloemen van papa en mama. En Meerte Silke. Ik had even tijdelijk dit schattige jurkje aan. Omdat we even gingen fietsen. Want we zijn even ergens wat gaan drinken. Nu ga ik weer mijn lange jurk aan doen. En dan gaan we zo meteen naar de Pieterskerk in Leiden. En daar hebben we dan allemaal dingen. En een paar minuten gaan optreden. Ik ga nog zingen. Er is een soort van borrel. En ja... dat is nog vanavond. Goedemorgen, het is best vroeg voor mij doen. Het is iets van 10:10. En ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik ga shoppen. Ik had echt heel hard nieuwe kleren nodig. Ik heb echt oprecht 4 shirtjes voor de hele zomer. En voor Indonesië heb ik allemaal dingen nodig. En ja, ik had ook gewoon heel veel zin om te shoppen. Dus ik dacht, ik kan naar Leiden gaan in mijn eentje. Maar het is eigenlijk veel leuker om dan gewoon naar Amsterdam te gaan. Want daar zijn allemaal leuke winkels. En ik ga alleen dus. Maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want ik hou eigenlijk wel van alleen shoppen. Want dan hoef je niet, zeg maar, rekening te houden met mensen. Dus ergens is dat chill. Wel een beetje raar, denk ik. Maar goed, maakt op zich niet uit. En ja, ik ga denk ik niet filmen. Want dat vind ik echt ongemakkelijk. Maar ik zie je wel even. Dit is trouwens wat ik aan heb. Ik vind het best schattig. En wat ik nog even wil laten zien. Ik heb gisteren bij de diploma-uitreiking mijn jaarboek gekregen. Athena betekent zeg maar de locatie. Onze school heeft 2 locaties. Dit is de andere kant. Ik ben heel blij ermee. Ik moet nog even tijd nemen om helemaal te gaan bekijken. Want daar had ik gisteravond nog geen zin in. Want het was zo warm in die kerk. En maar goed. Wel heel leuk. Ik heb een leuke diploma-uitreiking gehad. En nu ben ik officieel klaar met school. Ik ben al uitgeschreven, zag ik gisteren. Heel vreemd. Maar goed. Ik ben terug. Ik heb niks gekocht. Er was gewoon niks leuks. Ik ben echt in miljoen winkels geweest en ik kon niks vinden en allemaal dingen gepast. En nou ja, het was wel fijn dat ik alleen was, want daardoor kon ik gewoon doen wat ik wilde en mijn eigen plan trekken. Ik ben uiteindelijk nog naar 9 straatjes gegaan, wat echt mijn lievelingsgedeelte is in heel Amsterdam. Ik heb de Valtenaar Starsbankje nog gevonden opeens. Opeens dacht ik zo van, hé, waarom zitten er zoveel mensen op dit bankje en hangen er slotjes aan? Toen ging ik het opzoeken en toen was het Valtenaar Starsbankje. Toen ben ik teruggegaan. Enige geld dat ik heb uitgegeven is dus aan eten en drinken. Het was in Amsterdam warmer dan hier. Het is hier trouwens ook echt gloeiend bloedheet.
niet grappig meer. En nu ga ik denk ik even Pretty Little Liars, ik kan het nooit uitspreken, Pretty Little, de nieuwe aflevering kijken. Hallo, we zijn op het strand. Ik heb een echt prachtige knot op mijn kop. En we hebben net gezwommen. Corona. Ja, met jullie ook. We gingen net zwemmen en het was echt lekker. En we zijn bijna verzopen in een golf. Nu gaan we eten. Alleen moet het eten dan wel komen, want het duurt hier een beetje lang. Dit is mijn nieuwe pyjama. En ik ga mijn hoofd niet filmen. Want 1, ik heb geen make-up op. 2, ik ben echt keihard aan het huilen. Omdat ik een boek aan het lezen ben wat echt extreem zielig is. Dus ja, dat is leuk. Hey, vlog van Afke. Oh, nou. Hoi. Ik ben net even met mijn vader in Den Haag geweest. En ik heb het een en ander gekocht bij de H&M. Hoe ironisch, ik ga een dag naar Amsterdam om te shoppen. Ik koop helemaal niks. Ik kom heel eventjes in Den Haag in de H&M. En ik koop meteen allemaal dingen. We zijn aan het barbecuen. En in de tussentijd zijn we... oude liedjes, dit K3 liedje. Dit was vroeger echt ons lievelingsliedje van ons gezin. En altijd voor liefde, tranen en wat tederheid. Voor eeuwig en altijd. Wauw. Het is inmiddels avond en ik ben weer in mijn pyjama. Ik ben vandaag in Den Haag geweest. Ik heb geshopt met mijn vader. Het was heel leuk. Ik ga denk ik een shoplog maken. Ook met mijn Oslo shit erbij. Want dat heb ik ook nog niet laten zien. En het is nog steeds heel lekker weer. En ik zit lekker buiten in de tuin een boek te lezen. Oh ja, ik heb net het boek All the Bright Places uitgelezen van Jennifer Niven. Geen idee hoe het uitspreekt. Het was echt een heel mooi boek. Heel erg vreemd. Anders dan andere boeken. Ik heb keihard gehuild. Het was mooi. Dat is echt mooi. En ik ga nu een ander boek kiezen om in te beginnen. Dat is altijd even lastig. Maar ja. Dat was hem. Ik ga de vlog hier afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doeg!